Goedemorgen. Waar ben ik beland? Wat is dit? Oh nee, wat dit lijkt me op een gevangenis. Oh, je, Alex? Alex, wakker worden, Alex. Alex. Ik lig nog te slapen. Wakker worden. Nou, met rust. Nee, je moet wakker worden. Kijk waar we zijn. Dit is pas gewoon weer een gekke droom. Laat me gewoon slapen. Een gekke droom, Alex. Kijk waar we zitten. Er staat hier tralies op stenen en het is hier ijskoud. Ja, Lotte, maar dit is sowieso een droom. Weet je nog de vorige keer toen we ineens vastzaten? Toen jij ineens zei dat je vast zat in een chocoladefabriek gemaakt van chocola? Alex, dat zijn misschien jouw dromen, maar... Oké, ik knijp mezelf. Alex, het is geen droom. Laat me slapen. Hoe wil je hier gaan slapen als we in de gevangenis zitten? Ik hoor je niet. Na, 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 na. Alex, we moeten hier... Oh, ik ga je proberen uit te breken. Weet je wel, als jij lekker wil slapen, moet je dat prima doen. Ik ga proberen uit te breken. Wacht, uitbreken? Bedoel je dat we echt vastzitten? Nee, ik maak een grapje. Natuurlijk zitten we vast. Fijn, dan kan ik lekker doorslapen. Oh, Alex, ik word gek. Ik wil hier weg. Oh, jeetje, ik word gek. Ga nou eens kapot, tralies. Kom op. Oh, Alex, ga je nu serieus verder slapen? Alex! Oh, ja. Ga je serieus verder slapen? Ja, dat was ik wel aan het doen, ja. Je weet niet hoe laat het is, maar het is midden in de nacht. Midden in de nacht, dat weet je niet eens. Ik zie geen eens zonlicht. Hoe zou ik anders nog moe zijn? Omdat het misschien wel heel vroeg in de ochtend is. Ja, dus laat me uitslapen. Ik heb geen school vandaag. Ik heb niks te doen verder. Het is een perfecte dag voor Alex. Mij om uit te slapen. Oh, en niks gaat dat verpesten. Zeker niet deze gevangenis. Dus je wilt hier gewoon zitten op je bed en gewoon sterven van honger op een gegeven moment? Ik wil niet zitten op mijn bed. Ik wil liggen in mijn bed. Laat me. En wat ga je dan doen als je wakker wordt? Nou, hopelijk niet naar jouw geschreeuw luisteren. Naar mijn geschreeuw luisteren? Alex, ik word hier gek. Ik weet niet of je het door hebt, maar volgens mij zit weer in een gevangenis en zie ik nu geen deur ook. Hier wel een hokje. Een hok? Wat voor hokje zie jij? Een blauwe met wit. En waarom gaan deze tralies niet kapot? Het duurt zo lang! Oké, hij is kapot. Alex, ik ben vrij! Oké, kan je me dan nu laten slapen? Oké, ik ga er vandaan. Hallo? Alex, waar is de deur naar buiten? Hallo? Alex, Alex, hallo? Alex, wakker worden! Kom op! Hoezo doe je dit de hele tijd? Omdat we moeten ontsnappen, denk ik. Oké, laat me eruit dan. Nou, staat dat ding kapot? Het gaat nog uren duren met jou zo. Niet zelf lekker. Ik zat hier prima totdat jij kwam met... We moeten ontsnappen. Vind je het gek? Wil jij gewoon in een gevangenis zitten met 1x1 blokje? Hou je ervan? Het is hier 1, 2, 3 bij 1, 2. Het is hier wel... Wat, hè? Ja. Zie jij dit ook? Zie ik wat? Kijk eens onder mijn bed. Huh. Wat is dat? Maak het open! Er zit een kist onder mijn bed. Echt? Maak het open! En jij maar zeggen dat in bed liggen dat je daar niks mee bereikt de hele dag. Ja, het ligt toch niet in je bed? Ja, wel onder mijn bed. Alex, die tralies moet eerst kapot. Kom, wat ben je aan het doen? Wat zit erin? Er zit een pickaxe in. Kijk, dan kan ik het makkelijker kapot maken. Hey, Lotte. Een pickaxe? Ja, maar er zitten ook appels in en torches. En... Hey, nu kan ik jou hier opsluiten. Nee. Alex. Alex, alsjeblieft. Haal me eruit. Ik word gek hier. Ik heb klauwsterven. Laat je me dan met rust en laat je me de volgende keer wel slapen. Ja, Alex. Ik laat je slapen. Maar ik word gek. Ik moet eruit. Oké, kom maar. Kom op, doe die deur open. Jeetje. Wacht. Alex? Ja? Zie jij wat ik zie? Ik heb ook een kist. Oh, kijk wat erin zit. Huh? Volgens mij zit er hetzelfde in. Een pickaxe? Appels? Appels? Ik heb geen appels. Volgens mij heb jij zeker wel appels, volgens mij. Dat is niet mij. Waar. Mag ik een appel? Heb jij geen appels? Je mag niet liggen, hè? Want anders word ik gek. Nee, ik heb geen appels. Alsjeblieft, ik hoop dat je ervan geniet. Maar oké, dat is de laatste zorg die ik nu heb, Alex. We moeten eruit. Wat is dit ook in vredesnaam, dit hokje hier? Ik weet niet. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb wel een lampje die ik hierop kan plakken. Helemaal prima. Blauw wit? Alex? Ja? Zie jij wat ik zie? Stenen? Nee. Kijk eens in de hoek. Een hoek? Nee, onder de hoek. Aan de onderkant. Oh, er zit wat bruin. Ze heeft een eend daar gepoept. Nee, dat is ook een kist. Perfect. Oké. Wat? Er zit een boek in. Een boek? Een boek. Wie houdt er nou weer van lezen? Waarom zou je dingen opschrijven in een boek? Doe het gewoon op een iPad. iPad? Alex, volgens mij zitten we ergens in een verlaten... Ja, wat is het überhaupt? Waar zitten we eigenlijk in? Een verlaten vierkant of zo? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik word hier net wakker. Het is een stuk steen. Steen, ja. Weet je wat? Ik open het boek wel gewoon. Ik ga even kijken wat erin zit. Misschien is het wel een geheim boek.
Wat? Datum. Vandaag? Welke dag is vandaag, Alex? Is dat vandaag? Vandaag is het vandaag. Maar welke dag is dan vandaag? Als een dag na gisteren. En maar een dag is het gisteren dan ook vandaag? Tuurlijk niet. Gisteren is gisteren. Ik snap me niet. Weet je wat ik ga het lezen? Datum. Vandaag. Onderwerp. Ontsnappingspoging. Gevangenen Lotte en Alex. Dat zijn wij. Dat zijn wij, Alex. Staan we in een boek? We staan in een boek. Hoe als mijn moeder hierachter komt, dan wordt ze zo trots. Maar we hebben toch helemaal niks verkeerds gedaan? Toch? Toch, Alex? We hebben toch niks verkeerds gedaan? Zeg maar dat we niks verkeerds hebben gedaan, alsjeblieft. Nee. Ik kan het me niet herinneren. Oké, wat staat er verder in? Het incident. Alex, wat is een incident? Dat moet jij weten. Jij weet hoe je moet lezen. Volgens mij is dat iets wat er gebeurd is of zo. Ik heb geen idee. Maar er staat Lotte en Alex werden betrapt. Terwijl ze probeerden een spectaculaire ontsnappingspoging te doen. Door één. Er staat alleen door één. Punt, punt, punt. Door één. Oh, dit is de volgende bladzijde. Door één enorme taart te bouwen. En deze te gebruiken als een geheime tunnel. Alex, heb jij dat idee bedacht? Een taart? Een taart. We hebben een taart gebouwd. Wacht. Een taart gebouwd door een geheim als een geheime tunnel. En de reden daarom is omdat we dachten dat het grappig zou zijn. Alex, dit idee moet wel van jou komen. Dat weet ik 100%. Dit was jouw idee. Als een geheime tunnel? Ja, als een ontsnappingspoging dus blijkbaar. Zodat we in het taart konden zitten, denk ik. Okay, weet je, ik... En opmerking staat zelfs. Hoewel hun idee misschien grappig leek, is het belangrijk om... Er is nog een bladzijde. Om hun te helpen herinneren aan hoe erg deze actie is. Laten we hun nieuwe manieren leren om plezier te hebben zonder regels te overtreden. En de straf is daadwerkelijk met je blote handen een tunnel graven om te ontsnappen. Moeten we met onze blote handen een tunnel gaan graven? Het hoeft niet eens, ik heb een pickaxe. Dat zijn ze denk ik vergeten. Dat hebben ze denk ik niet. Ja? Heb jij die pickaxe voor jou nog in je broekzak? Ik heb ook nog een pickaxe, ja? Wacht, laat eens kijken. Wat is er? Wacht even hoor. Ik moet even ergens doorheen halen. Blijf hier. Alex, hoe is dat? Sluit je hem op? Hallo? Wat is het nou? Alex, waarom sluit je hem op? Zodat ik eindelijk een keer kan slapen. Wat ik de hele tijd al wil. En wat je me niet laat doen. Doei. Kan slapen, Alex. We moeten hier ontsnappen. Oh, jeetje, ik word echt gek. Waarom sluit je hem op? Ik heb klaustrofobie. Wat is dat ook weer als je bang bent voor kleine hokjes? Bang voor kleine hokjes? Ja? Bang? Ja, maar dat heeft toch een hele coole naam? Eng zijn? Nee, klaustrofobie of zo. Oké, maar haal me hieruit. Ik word gek, Alex. Kom op, haal me hieruit. Ik word gek. Oh, jeetje, Alex. Ik krijg helemaal jeuk in mijn handen. Gewoon, oh, ik wil gewoon alles slaan omheen. Sorry. Tot en dan moet ik opnieuw hakken. Schiet op met dat ding. Alex, je hebt een pickaxe. Nee, dat is niet waar. Alex, je hebt een pickaxe. Je kan met die pickaxe dit doorbreken. En zeg me niet wat ik moet doen, oké? Alex, nu ben je weer gestopt met hakken. Oh, jeetje. Ik word echt gek van jou hier. Kom op. Pak die pickaxe. Hallo, Alex. Ben je wakker? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb geen pickaxe. Oké, weet je wat? Sla hem maar met je handen. Als jij lekker jouw vuist wil kapot maken. Oké. Alex. Ja? Je hebt weer gestopt met hakken. Jij zei sla hem maar met je handen. Nee, dat zei ik niet. Ik zei sla de rails maar met je handen. Oké. Nee, Alex, ik doe het zelf wel. Jeetje, het duurt zo lang met jou. Ik wil je gewoon weg. Ik wil ontsnappen hier. Is goed. Lotte, waar moeten we eigenlijk die tunnel graven met mijn pickaxe? Nou, als je nou eerst hier begint met die tralies van mij. Ja, dat is een goed idee. Nee, Alex. Alex, boven je. Hier. Oh, Alex, ik word zo gek van jou. Waar moeten we dan heen? Je moet dit hekje kapot maken. Met je pickaxe. Oh, ja, maar je bent er bijna. Ik... Alex. Oh, jeetje. Waarom moeten ze me hier met jou stoppen? En waarom moest jij dat stomme idee bedenken? Weet ik niet. Ik kan me niet eens herinneren wat we dat überhaupt hebben gedaan. Dit moet gewoon een fout zijn geweest, toch? Bedoelen ze niet iemand anders die gewoon heel erg op ons lijkt? Weet ik niet. Ze lijken anders wel heel verdacht op Lotte en Alex. Het zou toch raar zijn als er twee dubbelgangers van ons zijn? Ja, wacht eens even. Wat? En die tweeling? Ja. Nou, zo allemaal wel. Ik wil hier weg. Waar kunnen we een tunnel bouwen? Oké, wacht. Dit ligt in nog een hoekje. Hoe zijn we dit boekje vergeten? Omdat jij geen ogen hebt. Ik heb ogen. Jij gebruikt gewoon je achterhoofd om te kijken. Want je gebruikt gewoon je handen om rails te slaan. En niet eens een pickaxe. Oh, jeetje, Mina, ik word gek. Wat is dit nou weer? Pauzetijden. Maandag tot vrijdag 12 tot 1. En 18 uur?
18 uur. 6 uur tot 7 uur. Wat heb ik nou weer aan pauze tijd, Alex? Weet ik niet. Hallo, draai eens om. Ik kijk toch naar mijn achterhoofd. Oh, Alex, ik bedoel het niet letterlijk. Oh. Oh, jeetje mina. Oké, maar dat betekent dat hier dan denk ik normaal de beveiligers zitten. Maar nu niet, omdat ze denk ik pauze hebben. Joepie, Alex. Vakantie, nee, pauze. Maar ik denk dat ik heel slim ben, Alex, want volgens mij is die balie van hout gemaakt. Zie je dat? Wat glas, dus als we hier een appel tegenaan gooien, dan kan het breken. Wat doe je dan nou weer? Met een appel? Wat? Appels zijn hard, oké? Heel hard. Waarom doe je zo eng naar mij? Pas op voor appels. Oké. Alex, je hoeft echt niet zo eng te zijn, hoor. Alex, nee, je hoeft mij niet te laten schrikken. Dankjewel. Oké, wacht. Laten we dit hout gaan hakken. Misschien hebben we het nodig onderweg. Ik weet niet hoe diep onder de grond zitten, maar zoals ik jou zag, Alex, zag ik jou naar beneden konden hakken. Dus dan moeten we vast wel ergens misschien in de grot zitten. Oké, wacht. Die pickaxe terug, Alex, alsjeblieft. Ja, daarover. Wat daarover? Wat daarover? Verstoppen. Je moet hem zoeken. Doei. Alex, je even stoppen je nou. Je zegt doei, maar je kan helemaal nergens heen. Dat is wel. Doei. Alex, je hebt die pickaxe vast. Dat is mijn pickaxe. Jouw pickaxe ligt hier ergens verstopt. Succes. Oké, even kijken. Kom op. Hij moet er vast hier. Ja. Alex, je bent echt... Alex, waarom? Alex, hallo? Alex, waar is Alex nou? Oh, dit meen je niet. Alex, wat ben je aan het doen? Niks. Wat ben je aan het doen? We moeten hier volgens mij zien uit te komen. Ik wil gewoon slapen. Prima, Alex. En als de beveiligers terugkomen, dan mag je lekker nog 100 jaar zitten. Ik ga er niet aan meedoen. Ik ga er echt niet aan meedoen. Dan word ik helemaal knettergek in mijn hoofd. Hoor je dat? Ik word gek in mijn hoofd. Ja, dat zie ik, ja. Ja, mooi. Heel dichtbij. Kunnen we niet gewoon vanaf hier de tunnel graven? Als we dit nou dichtbouwen, dan is het nooit door. Ja, dat is een briljant idee, Alex. Ik had nooit gedacht dat je zo slim zou zijn. Dus dan moeten we helemaal omhoog gaan hakken nu. Jup, maar een tunnel. Is dat niet best wel gevaarlijk dat het kan instorten en zo? Nee, joh, Alex. Daar heb ik nog nooit last van gehad. Weet je hoe vaak ik van die tunnels heb gegraven in Minecraft? Oké, kom met je mee. Ja, ik hoop trouwens... We zitten echt diep volgens mij. Ik wil wel mijn bed meenemen eigenlijk. Waarom wil je zo graag je bed meenemen, Alex? Dat is toch nergens voor nodig? Als je thuis bent, kun je ook eerlijk gaan slapen. Wat is er? Heb je je bed al? Ja. Oké. Prima, Alex, we moeten echt hier omhoog. Waarom duurt het zo lang? Zitten we zo diep? Hallo? Alex, zijn we er nou al bijna? Het duurt zo lang dit. Weet ik niet. Jij bent degene die aan het hakken is. Aan het hakken is, Alex. Ik wil gewoon weg als het kan. Ik word echt helemaal gek hier onder de grond. Overal zie ik stenen. Laat mij het doen. Dan gaat het een stuk sneller. Let maar op. We hebben dezelfde pickaxe, Alex. Omdat ik tenminste wel de buitenlucht ga vinden in tegenstelling tot jij. Kijk maar, we zijn er. Water! Alex, waar in vredesnaam zijn we? De zand. Waar is ons huis? Ik weet het niet. Oké, weet je wat, Alex? Ik ben moe. Ik ga onder deze boom slapen. Oh, slaap lekker.